Vrijdag 14 juli 2023, 7 uur, maar dat zijn ze allemaal. 7B. PSS Echo, ja, ik kan elke keer wat lastig inschakelen omdat de tijdmelding precies om 7 uur gaat. En ik heb een hotspot, geen repeater. Dus dan moet ik die seconde wachten. Maar ik had nu die melding vermeden door hem te unlinken en opnieuw te linken. Maar ja, dat duurde nog langer. ik ga even wat babbelen zoals ik tot eergisteren, nee de dag daarvoor volgens mij, ben één keer in slaap gevallen en de andere keer was ik gewoon te uitgeput om dat te doen. Ik had gisteren nog wat hard gewerkt. Er zat gewoon geen energie in, laten we het zo zeggen. Maar vandaag wel. Dan heb ik wel twee handen in gebruikt, waar ik eigenlijk ook mijn computer nog moet bedienen. Maar ik kan er met mijn tenen niet bij. Dan moet ik wel in een hele rare draai gaan zitten. Dus dat gaan we maar niet doen. Dus even kijken of ik toch wat in het scherm kan krijgen. Oh ja, de WRT. Nee, de WRC. Even kijken, is dat. Oh, wacht, dat is iets heel anders. De WRTC die is voor Engeland gekozen, maar dat is niet de WRC. Ik zat heel vlot wat nieuws bij elkaar te scharrelen, maar dan is dat ook echt niet nieuws. Het gaat weer goed vanavond met de onderwerpen. Ik moet zeggen, ik ben net 5 minuten thuis, dus was net op tijd. Even kijken. Maar ik wilde ook wat over de WRC zeggen. De WRC is de World Radio Conference en die wordt gehouden van 20 november tot uit mijn hoofd 15 december in Dubai. En dat is een belangrijke van dit jaar. Hè? Dat is een belangrijke, want daar wordt mogelijk over het voortbestaan van 23 centimeter gesproken. En nog over een aantal andere kwesties. Maar 23 centimeter is het hete hangijzer, geloof ik. En daarnaast voorbereidend werk voor een 8 meter band en wellicht een 5 meter band. Maar ik weet niet of dat dit keer al besproken wordt. Over 2 jaar is er weer een. En ik denk dat die twee kwesties eigenlijk dan aan de orde komen. 8 meter is een band op 40 megahertz. Er zijn een stuk of 8 landen momenteel die daar mogen werken. Onder andere waarschijnlijk binnenkort België. En 5 meter, daar zijn alleen nog bakens. 5 meter was ooit de populairste amateurband voor de oorlog. Toen brak de oorlog uit, mochten de amateurs niet zenden. En toen na de oorlog in 48 geloof ik, toen kregen ze weer opnieuw toestemming. En 5 meter was opnieuw de populairste band. Dat zat net onder de 60 megahertz toen. Maar toen begon de BBC met uitzenden van televisie. En toen hebben ze die band moeten inleveren. Vervolgens waren ze in zowel Nederland als Engeland daar niet over te spreken. Maar in Engeland wel heel erg. En vervolgens in 1957 in het International Geophysical Year. Toen kreeg zowel Nederland als Engeland en nog een aantal andere landen tijdelijk de beschikking over de 70 megahertz band. En de Engelsen die hebben toen zo de trom geroffeld. En nu moet ik hem even resetten. De Engelsen die hebben zo de trom geroffeld dat ze vervolgens op 70 megahertz mochten blijven uitkomen. En sindsdien is dat daar een amateurband en in Ierland. En vervolgens een paar jaar later ook in Portugal. En daarmee ook op de. Nou, hoe heet die eilanden nou? De Azoren. Denk ik. Heb ik het nou goed? Volgens mij wel. Midden tussen de Verenigde Staten en onzin. Waarmee er af en toe ook verbindingen naar de andere kant gemaakt konden worden op 70 megahertz. Lange tijd was dat een band in alleen die drie landen. Tot 10 of 12 jaar geleden dat ook in Nederland en een aantal andere landen amateurband werd. Jawel. Zo zie je hoe het kan gaan. Tevens is er open, terwijl 7, 8 jaar geleden het idee was, de rol van de korte golf is uitgespeeld. Nou, er is allerminste waar. Er zijn allerlei mensen die argelistig kijken naar de korte golfbanden. En vooral mensen die grote pakketten data er willen neerzetten. Op een manier zoals dat ook met PLC-techniek gebeurt. Waarbij bepaalde frequentiebanden gemeden kunnen worden. En de amateurbanden die zouden vooralsnog buiten schot blijven. Er stond nog een opmerking bij. Voor zover het primaire amateurbanden zijn. Maar de meeste HF-banden zijn niet primair. Dus dat betekent dat ze allemaal eigenlijk risico lopen behalve een paar. Dus het blijft uitkijken en we moeten vooral zorgen, use it or lose it is het bekende credo, dus gebruik de banden en dat is wel van belang. Ja, ik heb een mailing rondgestuurd gisteren volgens mij over wat ik nou moet met dit blokje op D-Star, of ik dit nou blijf doen of niet. Er zijn gelukkig wel wat reacties op gekomen, niet zoveel als ik gehoopt had, maar toch.
Het doel hiervan is tweeërlei. Ik heb zelf niet heel veel inspiratie en door iedere dag iets te doen hou ik dat aan de gang. En daarnaast is het zo dat ik hoop dat de dieselactiviteit wat groter wordt en dat dit daar een bijdrage in levert. In ieder geval zetten de mensen ontvangen misschien aan. Maar misschien zetten ze me ook juist wel uit. Dat kan natuurlijk ook. Dat hangt er vanaf wie je bent wellicht. Goed. Maar ik denk dat ik in ieder geval nog een paar dagen ermee doorga. Misschien wel een week. En misschien ook wel langer. Tijdens een mailwisseling volgens mij met Richard PD9WTN kwam ik op het idee om Blue DV te gebruiken om de uitzending te doen. Richard zei, kun je het niet opnemen? Ik zei, dat is zo lastig via een dienstapparaat. En toen besefte ik dat ik ook Blue DV heb. Met de bekende DVB, of hoe noem je dat? Nee, niet de DVB, de bekende Ambestick. En daar is het uitzenden op die manier een heel stuk makkelijker mee. Dus ik ga er in elk geval mee testen. Wie weet morgen dat ik dat al gebruik zou. Maar dan is de geluidskwaliteit waarschijnlijk beter. Want ik vind het via de porto niet super. Als ik het terug hoor. Jawel. Zal ik nog wat over buizen vertellen? Nou, laten we dat doen. Veel mensen weten tegenwoordig niet meer wat je met buizen allemaal kunt. Maar en hoe dat was. En weet ik. Nou ja, bij mij zat het in het zendexamen. Ik moest de stijlheid kunnen tekenen. Ik moest de roosterstroom. En dan moest ik ook, als ik de versterking wist, anode stroom daaruit kunnen bepalen bij een bepaalde spanning. Nou ja, dat soort dingen. Dat moest je allemaal kunnen berekenen. Kijk, buizen, daar was het veel makkelijker dan mee met transistoren. De transistoren zijn niet bepaald lineair. Is het allerlei rare dingen in de karakteristiek. En de capaciteit is niet constant. En nou ja, een heleboel gedoe waardoor je met transistoren altijd gezeik hebt. Dat is met buizen niet. Maar ja, met buizen is het weer zo dat er hoge spanningen op staan. En ik ben niet zo super handig. Dus het is bij mij voorgekomen dat ik ineens 800 volt op mijn vingers had staan. En ik kan je vertellen, daar word je niet vrolijk van. Dus toen heb ik me voorgenomen om minder met buizen te gaan doen. Maar het is toch wel leuk. En vooral de lineariteit van die dingen. Hè, dat is toch wel erg fraai ervan. En het heeft ook wel iets romantisch. Buizen die gloeien. Als het donker is, dan geven ze een klein beetje rood licht. Dat is bijna zo'n open haard. Alleen flakkert het niet als het goed is. Soms wel, maar dat is niet altijd de bedoeling. En je kunt ook een paarse gloed hebben en dat soort dingen. Soms is zo'n buis niet helemaal zuiver gevuld en er zit er ook wat ander gas in. Of ja, is die niet luchtledig? Of zit er nou een inert gas in? Nee, volgens mij zijn ze luchtledig gezogen. Maar als er dan wel een beetje gas in zit, dan komt daar een beetje kleur vanaf. En je kunt buizen zien blozen als je je eindtrap flink uitstuurt. Dat is ook wel ook weer niet alle buizen. Je hebt ook buizen die zitten in een metalen of een keramische behuizing. Maar goed, je kunt veel buizen schakelen. Die kun je wel vervangen door FETs. Dus dat dan weer wel. FETs die gedragen ze toch wel redelijk als buizen. Je hebt zowel triode FETs als tetrode FETs. En ook dat komt aardig in de richting. Dus als je een oude radio hebt, maar dat moet je niet doen. Want je moet altijd origineel herstellen als je aan de buizen kunt komen. Maar je kunt eventueel in een kapotte buis een FET zetten en dat dan gewoon gebruiken. Maar ik wou eigenlijk meer een praktisch verhaal houden we erover, maar dat wil nu even niet uit de pen vloeien, zeg maar. Ik heb nog wel met buizenschakelingen dingen ontworpen, dus daar ben ik eigenlijk wel mee begonnen. En al snel, ja, transistoren, dat was toch wat fijner. En ik moet zeggen, inderdaad, die hoogspanning was een probleem. Nou goed, wie weet ga ik nog een keer wat over buizen door. Maar dan schrijf ik het van tevoren op. Dan kom ik niet aan het hakkelen toe. Ik heb altijd genoeg te vertellen, maar niet altijd over het gewenste onderwerp. Dus, om te voorkomen dat dit ontspoort, ga ik nu stoppen. PS is Echo. Er komt niemand terug, maar mocht je luisteren, je kunt de uitzending ook terugluisteren op internet. panelete.com. Dat moet wel even. Ja, ik zal het wel in orde maken dat het wat makkelijker te vinden is weer. Maar er was iets misgegaan bij de provider en ik heb al een tijdje dat niet opgelost. Dat ga ik hopelijk dit weekend doen en dan is het ook allemaal makkelijker te vinden. Waarschijnlijk zet ik hem ook op YouTube en dat is YouTube _ en dan mijn andere roepnaam die ik nog steeds heb, maar niet gebruik, PA0ETE. Dus YouTube _PA0ETE. En als het goed is zie je daar de nieuwste bestanden staan en kun je die aanklikken. En daar zou dan met enige vertraging van een paar dagen deze dingen ook tussen moeten zitten. Goed, ik ga mijn best doen. Dit is PSS Echo.